Minstens 500 miljoen klantfacturen worden er jaarlijks verstuurd in België. 2/3 daarvan, 330 miljoen dus, worden digitaal verzonden en bij 30% kan men nu ook al met een QR-code of een betaalknop betalen. Maar dat wil ook zeggen dat minstens 1/3 van onze Belgische bedrijven nog die digitale slag moeten maken. En ook dat er vandaag dus nog, tel mee, 160 miljoen facturen nog steeds op papier verstuurd worden. Hoe zonde voor al die bomen die moeten sneuvelen voor papier, postzegels en archiefdozen vol facturen. Maar hoe zonde ook voor de werknemers, uw werknemers. Zij moeten facturen printen en plooien, dagelijks correcties uitvoeren omdat bedragen of gestructureerde mededelingen niet klopten of simpelweg werden vergeten. Zij ook die maandelijks tot vervelens toe mails en telefoontjes moeten plegen om toch maar die facturen betaald te krijgen. Misschien zijn het wel uw medewerkers. En zou het niet fijn zijn om hen wat meer uitdagende taken te kunnen geven en uw personeel op die manier productiever aan het werk te kunnen zetten? Maar vooral maand na maand uw kosten te zien dalen, want e-facturatie is immers 75% goedkoper. Waar staat u als bedrijf vandaag met uw digitalisering? Na veel gesprekken met bedrijven zijn het steeds dezelfde 5 aandachtspunten die bij ons terugkomen. 1. Maak je nog je facturen zelf in een of ander Word of Excel-bestandje? Ga dan voor een facturatiepakketje. 2. Wil je die facturen ook digitaal verzenden? Dan heb je klantgegevens nodig, een geldig e-mailadres bijvoorbeeld, een gsm-nummer. Verrijk dan je klantenbestand met een CRM-pakket. 3. Ben je compliant met de GDPR-wetgeving? Je weet wel, de goedkeuring of de opt-in van je klant om zijn facturen effectief per mail te kunnen ontvangen. Laat hen dan digitaal betalen met een QR-code en vraag ineens ook hun goedkeuring. 4. Heb je klanten die de betaling uitstellen met ik ben mijn factuur verloren of ik heb mijn factuur nooit ontvangen? Opteer dan voor een verzendpakket. Want dan weet je onmiddellijk wanneer en op welke manier de factuur verzonden werd. Zelfs aangeklikt, met andere woorden, ontvangen. En of deze al dan niet is betaald. En als laatste, 5. Verlies van tijd en geld door onbetaalde facturen. Een debiteurpakket is hier de oplossing, want aanmaningen worden zo automatisch verstuurd. Per e-mail, per sms, per telefoon en als het echt nog moet en niet anders kan dan, op papier. Digitalisering betekent automatisering. Betekent winst in tijd en geld en dus ook in productiviteit. Dus, waar wacht je nog op? Pom, 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 pom.